Mijn naam is Charles Dentex en dit is mijn boek Cel. En ik ben heel trots en blij dat Cel nu een lijster is. Want dat betekent dat iedereen het kan lezen. En dat is goed, want Cel is niet alleen een spannend boek. Het gaat ook over iets wat ons allemaal kan overkomen. Het kan mij overkomen, maar het kan jullie ook overkomen. Stel bijvoorbeeld dat je mobiele telefoon wordt gehackt. En dat iemand met jouw account allemaal dingen gaat kopen bij webwinkels. Dingen die jij nooit te zien krijgt, maar die jij wel moet betalen. En waarom is dat? Omdat je identiteit is gestolen. Dat is een simpel voorbeeld. De hoofdpersoon van dit boek overkomt ook zoiets, maar dan erger. Hij wordt opgepakt door de politie omdat hij een ongeluk heeft veroorzaakt. Een dodelijk ongeluk. De auto die bij het ongeluk betrokken was, staat op zijn naam. Maar hij was niet eens in de buurt. Hij had er niets mee te maken. Maar wat hij ook zegt, niemand gelooft hem. De politie gelooft hem niet, zijn ouders geloven hem niet, zijn vrienden geloven hem niet. En alles wat hij doet, maakt de zaak alleen maar erger. Hij komt van het ene probleem in het andere en het wordt allemaal steeds erger. Totdat hij het gevoel heeft dat het water hem aan de lippen staat. Totdat hij het gevoel heeft dat hij verzuipt. En dat hij alleen zelf nog maar kan bewijzen dat hij er niets mee te maken heeft. Dat hij zelf moet gaan bewijzen dat zijn identiteit is gestolen. Dat is het verhaal van Cel. Hartstikke spannend. Lees het dus.